Eén stuk wat we hebben meegenomen is van Cage. 6 melodies voor violin en keyboard. Dus viool en een toetsinstrument. En wij weten daar toevallig van dat dat ook accordeon mag zijn, dat toetsinstrument. Ja. En dit is eigenlijk een heel bijzonder stuk, want het is heel minimalistisch. Er staat al op de eerste bladzijde opgeschreven welke noten er allemaal worden gebruikt. En dat is maar een heel klein segment aan tonen. En dan voor de viool ook heel specifiek op welke snaar welke noot moet en of het dan geplukt moet of gestreken. Ritmisch is het best ingewikkeld namelijk. En technisch is het ook ingewikkeld. Dus je hebt een soort bepaalde focus nodig om het te kunnen spelen. En dat is voor ons een hele grote uitdaging. Of in ieder geval voor mij is dat een hele grote uitdaging. En dat geeft dan ook wel een kick als het lukt. Maar ja, ik in mijn hoofd vergelijk het ook wel eens met als je een schilderij van Mondriaan of iets heel abstracts ziet. Dat kan een beetje vervreemdend zijn. Maar het kan ook een soort nieuwe wereld voor je openen. Je hebt daar in die muziek van Cage, in dit stuk in elk geval, wordt het standaard idee van een melodie-instrument en een begeleidingsinstrument ook helemaal losgelaten. Het is heel vaak een melodie die dwars door onze instrumenten heen gaat. Dat ik dan 2 tonen speel van die melodie en dan gaat Quirin weer verder. En op die manier ben je echt samen zo'n stuk aan het vormgeven. Thank you.
Thank you.